Laten we eerlijk hier zijn. De anime deed justice voor vele baasen. I guess dat is het idee. Oh, nou. Oh, kijk, Floppy 3 zijn volgens mij nog wat ergere, want volgens mij zijn het nu, like, 3x3 vakken. Dat ze, like, een shockwave erbij doen. Ze doen, like, een shockwave, like... Of is het gewoon, like, nog steeds... Dit keer daar is het nog een X-vorm van plaats van de plus. Nee, het is nog steeds een plus-vorm. Nou, er zijn dus gewoon meer schade. Ik heb het verward met de bombs. Ja, de bom, het zijn de fucking, like, derde, like, three tanks. De derde pijl die ze fucking kut zijn. Holy shit. Hier hebben Visie 2. Ik vind Visie 2 veel vervelender dan Visie 3, van onze buurt heel achter laten. Ja. De video is vastgelopen. Het is gewoon zo... Wat zullen we doen? Mijn andere video loopt wel verder, is gewoon, ik snap dat het aan deze video vast is gelopen. Oké, ik denk dat het enige jammere ding meer is, dat we niet eens ding krijgen. Wat was het ook weer? Falcon krijgen als een chip. Nee. We zitten alleen maar vast met voor nu met deze en Dash. Ja, Burning is niet echt goed. Benedict 3 heeft wel beide Burning en Falcon. Like Bird Dash. Ik weet niet of het zeker het Falcon heeft, ik denk het wel. Ik weet één van de spellen had tenminste Falcon erbij gedaan, dat moest wel 3 zijn. Kijk de laatste man, maar ik heb niet zoveel zin om nog verder te kijken. Zes. Ja? Hoe voelt het dat de tweede drag queen een pedofiel was? Er zijn waarschijnlijk veel meer, maar er worden niet blijven meegeteld. Hè? Huh? Ja? Wat zijn nou, sorry? Er zijn er zeker weten veel meer, maar ze worden niet meegeteld. Ja. Hoe komen wij... Ik ga eerlijk zijn. Verhaal eerst. I work it. Oké, dus hij... Zo'n kweek is de wedges doing as hard as 10. Shall we find a nice place to watch the destruction and wind? I won't allow it. Go hand over the blue frag. Dus ja, Disco Ben de Priestman. Hij is de baas van de andere navies. En hij is waarschijnlijk ook de navi van wie de fuck ook de leider van Gospel is. What? So that means white. You have to defeat me or you can't save the world. If you really want to stop the end of the world, give me your best shot, Mega Man. Alright, wel, Friesman, F, want je hebt al verloren. Like, je hebt niet eens kunnen winnen. Ik heb, like, een hele folder aangepast om jou te vermoorden. Dat is een motherfucker. Is een ijstype, nee, watertype, op ijspanels. Dus hij neemt 4 keer schade voor elke elektrische chip. Kijk naar dit. Dat was een boss fight. Fucking hell. Ha! Who would have that news to you? How sta je op ice pad als een fucking dumbass? Wauw. Dit is waarom de anime justice deed voor alle bazen. Including this one. My god. Ik weet dat de Priestman, like, fucking... Want in anime heb je geen... In plaats van Squares heb je gewoon een city, weet je wel? Gewoon een hele stad. En Priestman bevoor de hele stad, dat is ook de hele wereld. Like, hij bevoor de hele... Like, ook de echte leven en zo. Wel... Het hele ding is, als je erover nadenkt... You know, we hebben deze weersysteem en zo, dat, like, de klimaat en al dat soort shit verandert, zo. So. I guess it makes sense als je de hele stad bevriest. Maar ook volgens mij zorgen te maken, want Friesman zelf was de laatste Blue Frag. En dat hij de source van alles is... Gaan alle ijskosten toch breken, dus het is like, whatever.
Hij zou nadenken, als ijsbreking was compleet nutteloos, want als het op meer vrienden slaat. Nou, is hij compleet nutteloos? Denk eens over na. Het is gelukt dat Friesma geen blauwe kristal voor zijn blauwe ijs voor zijn fucking deur heeft gezet. Dat is een beetje het, hè. Dus, like, het enige probleem is dat zijn motherfucker heeft like, de hele plek gevuld met ijs. Dus de programma's waren voor dat nodig. Zodat we naar hem toe kunnen gaan. Ja. Weet je nou, je don't want to be smart about this. So je geeft hem de ijs dat juist breekbaar is. Ah, dat is wel typisch like fucking videogame logica, I guess. Ja. Voor kinderspellen tenminste. Bam, everything's okay. Bam, what's wrong? Is he mad? Your father called and I heard all about it. Well, I'd be sorry for worrying you, Mom. You two sure know how to make us fret. Len! Mega Man! Oh, Metal. Jean stond blij. I guess she's ook in eugenics. What's wrong? Have I got food in my teeth? You look just like your father when we were young. You must be tired, okay. Man, ik verwachtte dat hij like, huisarrest zou geven van alles. Nee, in plaats van dat krijgen we een les in eugenics, ergens. Right. Then, 1 week later. This is endless. Dar, what on earth is going on here? Nou, iets blijkt niet goed te gaan. Then is everything in Charles report. Charles left to look into the incident by the Tokyo Fest. That was 3 days ago. Perhaps this is more complicated than we thought. Don't you find it a little odd? Dr. Ikari's son, Len, destroyed Kotobuki Square as a major gospel base. Yet netcams are all record high. Dr. Hikari, is it possible that we are overlooking something? Yes, perhaps we should re-inspect Kotobuki Square. But our top netbattler Chalt isn't back yet. Recent events have destroyed our netbattler reserves. Should we get a city netbattler to check out who took Kotobuki for us? Excellent idea! Right, Dr. Hikari, son is a city netbattler, eh? Yes, but I fear this will be far more dangerous. He only killed the fucking commander, though. And Len is still inexperienced. He killed the commander and saved the world once before, though! What the fuck? But Dr. Ikari, you yourself said this is an emergency. Waarom doet iedereen als op de wereld niet heeft gered, ongeveer? This is why Star Force is nice, because nobody sees me as a little kid. Huh? No, ik ben een kid, maar niemand zit me te kleideren dat ook deze persoon kan het nooit doen. Ik kan het begrijpen in de eerste spel, maar hij is like, kom op, ik heb de wereld al gered, kom op nou. Ik heb al de World 3 verslagen. Ik heb de Gospel Commander verslagen. Wat was die want voor me? Ik wil dat je base like no damage run doet en binnen 5 minuten verslaat in 5 seconden verslaat in Battletoad 1. God damn it. He's asking for the impossible. Photoman did it. He has a sword! There isn't anything here, what do you want? Deze programma heeft even problemen. I'm a bad program, got a problem. Oh, no. Voorzet is schattige ding, goes van, ik ben slecht, oh yeah. I'm so evil. Slecht Satania, club van slecht. Like, ik heb mijn huiswerk niet gemaakt, kijk hoe evil ik ben. That's one next, the one's next, think you can handle it? Alright, laten we de muur kapot schieten, want dat werkt altijd. Oh. De muur was net al die tijd, wie had dat verwacht? Ze hebben oneindig spannende evil navi muur, en dus wat gaan we doen? We gaan erin om, die spannende kapot om mee te nemen. Het is geen Minecraft, Dennis. Goddammit. Er zitten de torches eromheen. We hebben geen torches. We moeten direct een quest spelen om dat te kunnen doen.
think a little. Looks like there's. It's called the Dead Beetle and it lives in Electopia. It's very rare, bro. Okay, we hebben sidequests te doen. Dus we kunnen weer shit praten. Ennis. So just. Look for the fucking drag queens, though. Wat nou als je erover nadenkt dat voor een periode waren drag queens meestal toch, like, weet je wel, ver van kinderen gehouden toch? Ja. Gewoon voor het algemeen, dat weet je wel, dat is niet echt iets dat kinderen voor, like, moeten gaan, naar moeten kijken, like, bij moeten zijn, toch? Mm-hmm. Dus misschien hadden we nooit op een gedacht van, laten we daarin gaan, zoals we deden met, like, priesten en docenten, toch? Nou, weet je wat ik denk dat het is? Het is meer gewoon het feit dat Social Justice Warriors doen daar alsof ze de beste mensen zijn. En wisten ze nu dan de fucking meedoen, weet je wel. Ja, dat makes sense. En dat is ook waarschijnlijk waarom je ook veel, like, waarom je meer pedo's ziet in hun movement. Die bijvoorbeeld, like, het goed vinden dat een, like, 3-oud kind een drag queen is die aan het dansen is in een gay bar. Honestly, that's where my fucking limit was. Mijn limit was al overal gaande, maar dat was het, like, de druppel van de grootste emmer die je ooit kan verzinnen. Wat vind je van Griffy's nieuwe video, by the way? Oh, ik heb het gezien. Dat was fantastisch. En dan wel het laatste stukje waarbij hij gewoon het gezegd tegen de, waar LGBT gewoon achter Griffy B stond en zei: hé, we moeten praten. Wel, nou, deze LGBT kijk is hier. Oh no. Please, anything but the LGBT kijk. Alright. Oh, dat maakt de hele paneel lava. Goed, denk dat je Fire Heat style hebt. Maar als je al in één hoek staat, kan je niet raken. Oh, van zijn ding. Vlammenwerpavond, toch? Ja. Ja. Maar was zijn chip dezelfde als het was van, like, Battletech 6? En eigenlijk, nee, dan zou zijn chip hetzelfde zijn van Battletech 2, die dan 6 gebruikt. Ik weet het eigenlijk niet zeker. Nee, hij is gewoon hetzelfde als, like, hij schiet vuur en dan gaat het steeds meer verspreiden. Ik denk het. En je hebt het nooit gebruikt? Nee. Dat is een haatchip ook, zou ik zo. Eigenlijk, ik denk dat hier. Hij doet, lijkt de lavapaneel aan, vond ik hier. Ja? Ja. Geen slechte drank. Ah! Nu bestelt hij eens, wat krijgen we? Ja, we zien het goed. Het is een aqua stel, het aqua kut stel. Goeie stel. Ja. Ja. De aqua chips gebruiken, nee, de charge shots. Zijn bubbelers. Zijn, nee, niet dat. Dus de charge shots gaan geen schade doen gebaseerd op je power chip. Nee. Dus dat is jammer. Maar we doen wel 10 schade per schot. Ja. Het beste ding is gewoon de super armor, though. Ja, dat is het zo. Dit is wel, like, is het de enige, dat is een van de dingen die ik leuk vond aan Battletech 3. Is like de fucking part shit dat er aan was. Wat noem je dat? De part program? De custom. Dit is wel wanneer we 3 spelen. Custom program, ja. Custom program, ja. In ieder geval, ze ziet onze Raptors weer terug naar 1, waar we 10 schade doen. Dus. Maar dat natuurlijk 3 gaven ze je, like, om de rapid, lage rapid, like, weet je wel, te verbeteren, gaven ze een machine gun, als je genoeg op B drukt. Ja, dat is een cool ding. Had like Gutsol dat? Ik ben dan een keer. Oh, wacht even. Ik heb volgens mij de vest. Had ik de vest gespeeld op Gutsman gebruikt? Had je Red Sun of Blue Moon gespeeld? Dat is dus de vraag, welke versie zou je aanraden? Gutspin is een Red Sun. Nee, maar mijn vraag is, jij had me al gevraagd welke versie ik zou spelen. Dus welke zou je aanvragen? Want je kunt op die manier. Ik zei alleen dat Red Sun wat coolere dingen had, zoals, like, like Gutsman en Fireman. Als ik me goed kon herinneren. Dat was een rol. Ik kan altijd even kijken, als je. Mm-hmm. Oh. M N B M. C.
Zo. Damn, daar gaat de S van. Damn, daar gaat de andere S van. Maar ik wilde wel wat boter met chips kraaien, of dan kan ik hier voor mij Ja. Yeah. Ik nou. Ik heb letterlijk geen flauwekul welke ik had genomen. Nu heb ik deze lijst en zo, maar ik ken helemaal geen reet ervan. Oh, maar weet je wat, ik heb toch de lijst hier, dus ik kan kijken of Gutsman dezelfde ding had. Ja. Ja, je hebt een machine gun. Mooi. In de Battle Network 4. Oh, het is zelfs onsterfelijk tijdens de ding. Tijdens de machine gun ding. Dat is waar ook. Dat is cool. Don't trust anybody, not even yourself. Man, dat sucks. En je ook compleet vergeten dat like Proton Man een masker op heeft wanneer hij in de echt modus is. Ik ben dat vergeten met Mega Man zelfs. Ze beiden doen dat eigenlijk. Maar ik kan me niet, maar ik zei als ik denk aan de anime, ze doen dat niet echt. Ja? Ah. Dat is wel. Nou, eigenlijk wat ik raarder vind trouwens, dat Mekka's ook rood is in zijn battle sprite. Maar in zijn overall sprite is die groen. Hij dacht hij was de hele net battle even op de Cosplay. Ik ben niet de hele, ik ben de enige die Cosplay heeft gevolgd op dit punt. Ik ben de enige die elke Navi heeft verslagen op dit punt. Nou, oké, okay, misschien heb je de explosie van Pikmin verslagen, maar ik heb Pikmin verslagen, toch wel. Nibba. Ik ga het PlayStation 3 opnemen. Like, holy shit. Er is niks meer verwennend dan een PlayStation 3 op te nemen. Ik heb gecheckt of, like, de opname goed was en alles, en het is, like... Er komt nog steeds geluid uit één oor bij de laatste stukjes, bij de laatste opnames voor Infamous 2. En dat maakt me heel verdrietig, want ik wil die nog ik wil die delen niet opnieuw doen. Ik kan ze opnieuw doen, weet je, dat is... Ik kan het eigenlijk doen, want ik heb het nog steeds gesaved daar en zo, maar ik heb het gewoon vergeten. En dan denk ik van, fuck, ik heb het al gedaan, weet je wel. Zet de pauze. Je hebt toch niet jouw desktop pauze gezet, hè? Nee. Oké. Okay. In mijn geval wel, dus daarom. Zo, wat heeft Jesse mij zitten sturen ondertussen? Oh, dat is een lovely fucking dog. I know, right? Dus ik hoef niet eens de video af te spelen, ik vind de dog wel adorable. Maar... Zo so cute. Dus in deze sidequest moeten we like, al deze juwelen terughalen. En we gaan ook iemand speciale power ring smelten. Wait, what? Oh no! My power, my precious power ring! Gone forever! Ah! What? Waar is het voor dat? I'm lost. Ik heb het niet toegestuurd, Dennis. Was dat welke video? Was dat met de fucking... Is mij gaat zo lang fucking druk, ik heb like... Oh no, this video is genial, this is like... Best, great voice acting. Copier. Block. Oh, dat. Ik heb dat expres genegeerd. Maar waarlijk, nee, ik heb het wel gezien. Fuck. Nu ik de stemacting hoor. Fuck, ik heb het wel gezien. Oh no! My precious power ring. Gone forever. Dat was zo random, dat laatste schreeuw. It's like, how do you jump from... What a fucking reach.
Heb je dat ook gezien de laatste tijd met dit? Like, oh, look at that reach. Look at that reach, bro. Ja? It's like, I don't know, the guy was like, prachtig. Beautiful voice acting. Ja. Yeah. You can't set the lights. I know your pain. Met deze motherfuckers. Dan zeg ik navigeren door circuitkunst. Ja. Even zo is dat circuitkunst, je kan raken als je beweegt. I know, it's fucking ridiculous. Ja, het vocht alleen maar tegen de zwakkere versies. Ik had super armor aan, om dat een beetje te vermijden. En zelfs dan is, like, ik kijk naar mijn levenspunt en denk van, fuck. Hoe ben ik zo snel laag gekomen? Het is ridiculous hoe erg die guns zijn. Er is een reden waarom die guns nooit meer terugkomen in de andere games. Dus als ze terugkomen, krijg je alleen maar deze fucking dark chip in Battle Network 5. Hoeveel beers voor Battle Network 4 is terugkomen? I don't know. Sommige zijn zo'n kopieën van de oude versies en zo. Dus. We kunnen altijd zitten en kijken tussen de twee commentaries en shit, maar. Dat wijst ook dat we het moeten onthouden. De enige vier die ik echt onthoud van Battle Network 4 zijn de fucking schapen en de circuitdans. by the way. We hebben iemand ziel weer gevonden. Iemand ziel heeft deze oude band dus lijkt lichaam overgenomen. Gewoon om onze quiz te vertellen. Ik had hier een grap voor, maar ik ben het vergeten van wie het was. Wie deze ziel is. Wat is er voor bij het attack on the tournament? Okay. Dat is eigenlijk een van de meest fucked up dingen in het spel. It's like... The fucking ghost man here to just quiz you. Nee, wat erna komt. Dat is de Templeton in het Tokyo Hotel. Wow, that's fucking Pacific, you bastard. 3 graden. Question 8. What's the name of the popular robot in Utopia? You're correct, next question. Question 9. How many houses are there in the ACDC town? Dat is weinig. You're correct, next question. Question 11. What's in that city but not in Utopia? Betalijn. You're correct, next question. Man. What's sad. What area can you enter the internet from? Netopia 3. You're correct. Next question. Question 13. Where was Quiz? An airport. You're correct. Next question. Question 14. What's water come from? Gipper. You're correct. Last question. Who's the leader of World 3? Wily. I am 3. What is your name, boy? Land Hikari. Thank you. I can find the rest of peace. Who called? En als tegen praat, what have I been doing till now, like a long dream? I can't remember, on my 13th birthday I visited the castle. After that, yeah, I just can't remember. Toen hij 13 was hij hier. De geest heeft hem overgenomen sinds hij 13 was, hij is nu een oude man. En dan komt hij met deze awfully specific questions dat allemaal te maken heeft met Len Hikari of van alle mensen. Ik zou eerst denken dat hij me best een leuk weet wel, maar ik heb geen idee. In ieder geval, laten we verder gaan in de internet, want fuck it, why not? We zitten toevallig over een kleine glitch genaamd Zeus's Hammer. Nee. Blijkbaar kan je het spel spelen en als jij toevallig in een van de gevechten, als jij de gevecht wint met Zeus's Hammer, like alle virussen gaan dood toch? Merk je ook schade van Zeus's Hammer, waardoor je dus like, nul levenspunten hebt. Dus als je tegelijkertijd doodgaat, dan win je de gevecht. Maar dan blijf je onsterfelijk voor de rest van het like, volgens mij spel ofzo. Van wat ik herinner. Ik ga niet gewoon voor de rest van het spel. Ik zou weer denken like, van de rest van het spel. Zolang je onblijf bent, maar... It's like, what the fuck? Nou, volgens mij was dat hoe het ging bij like, Zeus's Hammer. Dat was like, de glitch erbij. Of de bug.
Interessant. Ah! Oh no. Dus het lijkt nog één fuck. Alleen nog de Circuit Guns, dan heb je de Unholy Trinity. Wij Unholy Trinity zouden like fucking Omega Schapen, Omega Circuit Guns en Omega B-Tanks. Wat heb jij deze week gedaan? Want ik heb een tijdje niet gesproken. Eens even kijken. Het begon allemaal met fitness. Want ik heb uiteindelijk mezelf ingeschreven voor een andere like, sportschool of fitnessschool. Waar dan ik met vrienden steeds naar, met vrienden of collega's, vrienden, daar naartoe ga om te trainen. En ik heb daardoor juist mijn fucking speeder like, een beetje zitten breken, kweken en al dat. Voor de rest, ik heb vooral, kijk, mijn broertje zat al vast in het ziekenhuis. Voor sinds donderdag. Na zijn operatie. En we hebben nog vaak zitten daar bezoeken. En we zaten daar tot fucking van like, 10 uur tot 8 uur in de avond. Tenzij ik moest gaan werken. Dat dood kan zijn. Voor de rest. Nou ja, Smash. Ik heb alle karakters like, diezelfde weken gehaald. Een leuk feitje eigenlijk met Smash, met Dings, wat is ook weer, met Smash Ultimate. Als je te vaak, like, als je like, tegen veel challengers, like, nieuwe challengers hebt verloren, dan kan je ze in de extra's like, herbevechten. En ze stacken blijkbaar. Wat we dus niet wisten. Ja, dat je alle like. Lijkt, ze allemaal hebben gezien of je het opnieuw uitdaagt ofzo. Ja. Ja. En voor een of andere reden, Krom heeft iets tegen mij. Like legit. Ik maak geen grap. Ik hou die controle vast. Ik vecht tegen Krom de eerste keer ik verloor tegen hem, toch? Maar hij voelde like onmin agressief. Ik vervecht hem nog een keer in een rematch area, toch? Ja. En hij is nog steeds deze fucking, deze achterlijke agressieve klootzak. Maar ik geef dus de controle aan mijn zusje, want ik zeg, fuck it, we doen ons de beurt, anders is het zij, toch? Ja. En Krom is opeens heeft eigenlijk de fucking brein van een level, van een 3 oud kind. Like, what the fuck? Why? Misschien is het verschil te zetten voor je zus? I guess so. Niet dat het uitmaakt, ik versta het toch vaker. Oh ja, voor de mensen die zich afvragen wat deze panelen daar zo zijn en like de vijandelijke team. Het zijn de holy panelen. Ja. Wat betekent dat? Ze krijgen, als je daarop staat, krijg je helft van de schade. Ja. Alle schade die je krijgt is gehalveerd, dus ja. Een cool ding is als je bijvoorbeeld in Benedict 3 like de custom part krijgt voor Holy Grounds. En by the way, het is niet voor beide kanten, het is alleen voor jouw kant dat je krijgt met die custom part. En als je tegen like, basisvecht waar je geen beltje kunt halen ofzo. Ja, maar weet je wat het probleem is dan met dat? Het is like de fucking... De laatste baas, like, dat was het Omega. Motherfucker breekt elk paneel waarop je staat, zo uiteindelijk deze hele custom part is like verspilling. Ik heb het over like de secret baas though. Wat is de secret baas ook weer? Serenade.